Cause my lips never match, yeah. I make you move, push your life, yeah. Ooh, 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 ooh. Samenwerking gestart met Tango. En het is onwijs leuk, want ik ga mijn eigen schoenencollectie ontwerpen. Dus vandaag is eigenlijk de eerste stap gezet. Ben gaan kijken naar de materialen, naar de kleuren, naar de verschillende soorten, stijlen, schoenen die er al zijn. En dan hoe ik daar dan mijn eigen twist aan kan geven. Ik ben echt mega enthousiast. Het is wel weer echt een droom die uitkomt. Dat ik mijn eigen schoenencollectie ga maken. En ik ben heel erg blij. Ik kan echt niet wachten om live te gaan met jullie. En ik kan me helemaal niet wachten om de samples binnen te krijgen. En ik kan er helemaal niet wachten om jullie met de schoenen te gaan zien. Dus ik loop echt weer veel te hard van stapel, maar dit is pure enthousiasme. Hey iedereen, het is vandaag zaterdag. Ik heb mijn haar lekker strak voor de verandering. Want het is gewoon vettig en ik moet het wassen en daar heb ik geen tijd voor. Of nou ja, laat ik het zo zeggen, ik heb het niet ingecalculeerd in mijn tijdsplanning, waardoor ik er nu op het moment geen tijd voor heb. Ik heb mezelf opgefrist, vandaag de hele dag gewerkt trouwens, maar nu net mezelf helemaal, moet meer naar achter denk ik. Ja, klaargemaakt, een nieuw jurkje van onze webshop. Een super schattig jurkje met roezels. En dan heb ik, denk ik iets lager doen, hele leuke over de knees. Maar van spijkerstof en zeg maar een beetje baggy, weet je wel. Dus dit is mijn lookje. En dan heb ik een beige tasje met zilver, want deze knopen zijn ook zilver. Dus dat is mijn lookje en dus mijn haar lekker strak. En dan heb ik een heel klein beetje mijn haar een beetje gekruld. Dus iets voller zit mijn staartje. En heb ik nu een dinner date met mijn vriendinnetje Tess. Wij gaan naar een dinnershow. Show Livia heet het, geloof ik. Superleuk, dus we hebben gewoon weer date night met z'n tweetjes, lang geleden. En we gaan lekker eten en kijken naar hopelijk zingende en dansende mensen. Dus ik ga jullie meenemen op deze Friday night. Woe! In de auto, ik haal nu mijn vriendinnetje op. En dan, hey. En dan, gaan we lekker naar de dinnershow. Superleuk. Jullie hebben Tess al gezien. Echt de trouwe kijkers. Echt heel lang geleden. Toen ik net was begonnen met vloggen. Het is echt lang geleden. Lang geleden. Wat is het? Ja, het is een soort van windhond. We zijn er. Olivia. Oké, schat. Loopt u maar. Wat leuk dit. Rembrandtplein. Een soort van. Which one do you prefer, this or this? With the color. All right. Let's both jokers. Do you mind to sign your name with your... My name? Yes, your name. I'll help you. Wow, nice handwriting. Is it Laura? Laura. Laura. Alex. Alex. And your name is? Tess. Tess. Yeah. Tess. Okay. Now, what are we going to do? It's a good spot. Yes. Okay, we're gonna go somewhere. Okay. Is that your card? Yes. Yep. Now, this card is very magical because together with the seven of hearts. Okay? Yes. It's gonna be. She changes back. She, Tess. Yeah. Is it. So your first name, Tess? Yeah. It doesn't matter. I'll give you the complete deck, okay? Okay. You can put your hand on top. Yes, like this. The complete cover, yes. Very good. Are you filming? Yes, I'm filming. You feel the cards? You feel the deck? Yes, feel of course. Now I'm going to remove just one card.
which is this one. And now you have her name, all the cards disappear. You believe that? No, of course not. Take a look. In de auto en er zit een slak op mijn raam aan de buitenkant uiteraard en ik word uitgelachen. Waarom word ik uitgelachen? Ik meng me niet in dit gesprek. Peter. Ik ben nu gestopt en ik ga hem redden, want hij gaat natuurlijk zo meteen eraf waaien als ik wat harder ga rijden, zo meteen als ik jou heb gedropt en ik ga de snelweg op. Dus ik ga hem hier in deze voortuin, bij deze mensen in Amsterdam, achterlaat. En dan hoop ik dat hij daar vriendjes vindt en een leven kan opbouwen. En lach me niet uit, het is een zieltje. Ja, sorry. Oké. Oh, ik kan er zo niet tegen. Het zit me uit te lachen. Kom maar, schatje. Oh, hij is helemaal... Oh, kut, hij is helemaal geplakt. Kut, hij laat niet los. Ik wil zijn huisje ook niet kapot maken. Ah. Nee, als ik harder ga trekken, dan trek ik zijn huisje eraf. Hij laat niet los. Nee. Oké, dan moet ik rustig... Oh, shit, ik doe hem nu uit. Doe maar de ruitenwisser uit dan. Ja. Oh. Mensen hebben ook geen geduld, hè? Echt geen geduld. Het is godverdomme 12:30. Hoezo heb je... Oh. Normaal... Ik heb ze namelijk ook bij mij op de stoep. Normaal pak je ze bij hun huisje en laten ze los. Maar hij is natuurlijk nu vacuüm gezogen aan het glas. Maar dan overleeft hij het wel tot mijn huis. En bij mij thuis heb ik 100.000 slakken. Als de ruitenwissers aangaan, overleeft hij het niet hoor. Nee, het moet ook gewoon niet gaan regenen. Dan gaan we gaan ruitenwissers. Ja, voordat je moet huilen straks. Oh, kutslakje. Ik wilde je redden. Blijf bijna omhoog. Ja, oké. Okay. Zelfs dat hij niet... Hij kroop niet eens samen. Nee. Nee, hij is echt gevacuumd. Oké, nou, dat was een slakkenverhaal. We zijn thuis. We gaan altijd even lekker een half uurtje knuffelen. Lekker ding. Oh, sjoe. Lekker dingetje, koosje. Koosje. Nou, de slak heeft het overleefd. Die zat nog steeds op mijn auto. Dus ik denk dat hij er langzaam wel af zal kruipen. En dan woont hij hier bij ons. En ik heb superveel slakken hier. Op onze oprit en in het gras en in onze voortuin. Dat ik denk, nou, die slak gaat een heel nieuw leven starten hier. Dit is de situatie hier. Dus die zijn lekker aan het gamen met z'n tweetjes. En ik heb het heel gezellig gehad met Tess. En het heet dus Oliva. Ik dacht Olivia, maar het heet Oliva. Het is gewoon een restaurant. Het was allemaal heel corona-proof. Met de tafels allemaal 1,5 meter uit elkaar. Er waren allemaal regels dat we niet mochten lopen. Alleen als je moest plassen. Dat je niet, als je een bekende tegenkwam, dat je niet aan die persoon zijn tafel kon staan om te groeten. Je moest echt op je plek blijven zitten. Er werd muziek gedraaid, er werd gezongen. Er was een goochelaar
Dus het had echt een leuk sfeertje. Dus wel een beetje dat uitgaanssfeertje. Maar je zit gewoon lekker aan je tafeltje. En we hebben echt allerlei verschillende kleine hapjes gegeten. Zoals een beetje shared dining. En hebben gewoon echt uren gekletst over het leven. En over alle memories die we nog hebben van vroeger. Tess was echt mijn stapvriendin. Dus in onze wildere jongere jaren hebben we heel Amsterdam onveilig gemaakt met z'n tweetjes. Dus we hebben zoveel meegemaakt. En zo onwijs leuk om dat dan weer te bespreken met elkaar. Dan herbeleef je het gewoon weer. Dus we hebben echt weer gelachen, jongen. Oh man, onwijs leuk. Nee, echt. Ik ken Tess nu denk ik vanaf 2012 zijn we vriendinnen. En 2012 tot en met 2014 waren we zeg maar in onze stapvibe. En toen vlogde ik gewoon nog niet. En dus toen ik net begon met vloggen is ze echt helemaal in het begin wel een paar keer in de vlogs geweest. En nee, later helemaal niet meer. Dus eigenlijk elke keer als ik met Tess afspreek, vlog ik niet. Heel gek, maar dat ga ik nu wel vaker doen. Echt een hele leuke avond gehad. Zo gelachen weer. Nou, ik ga nog even kroelen hier en dan gaan we lekker slapen. Goedemorgen, slaapkoop. Ga je dansen? Ga je dansen? Goedemorgen. Lekker ding. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, oh, lekker ding. Kom dan. Kusje. Kusje. Icy. Gaat die knuffelen met de camera. Icy, kom eens. Kom eens. Kom dan. Kom eens hier. Kom eens hier. Lekker ding. Nee? Ah, maar goed. Ik smolt weer even van mijn eigen tijger. Ik ga nu naar Zandvoort. Want Julie heeft vandaag haar gender reveal party. Ik ben in het donkerblauw. Ik denk namelijk dat ze een jongetje krijgt. Maar we gaan het zien. Ik neem jullie mee. Oh, ik zo spannend, jongens. Oké, dan gaan we. 3, 2, 8, 7, 6, 5, 4. De man himself, Gula, de enige echte. De nat is hier gewoon. There is my pretty baby, my pretty, pretty baby. Knapzak. Knapzak. Oké. Okay. Ben je klaar voor dat je weer gaat verliezen? Je schijnt van wel de zijn we al scherp. Inmiddels ben ik weg bij de gender reveal party van Julie. Dan ben ik met mijn eigen vrebel. En wat hebben we eigenlijk? Voor mij is leuk. Nou, er zijn de andere kinderen. Dus dit is mijn fam. Johnny en Tamara zijn er. Johnny is de neef van Rijn. Met de kids. Dus we gaan gezellig karten bij Silverstone. En we gaan laser gamen. En mijn vriendinnetje Ties is met Jams hier, want hij moest vandaag voetballen tegen Ajax. Want hij voetbalt bij PSV, super tof, pas 10 jaar. Dus mega trots. Maar omdat hij vandaag dus voor Ajax moest voetballen, waren ze in de buurt. Dus Ties is er ook gezellig bij. Dus we hebben ineens een heel leuk uitje. En dan gaan we lekker karten. En karten en lasergamen. En de gender reveal party. Ik ga echt iedereen slopen en alles gewoon behalve. Met lasergamen, ik ga karten. Je zwaar schieten Lezer. Gewoon. Weet je hoeveel games mensen, ik speel al heel mijn leven games met schieten. En Laura denkt dat ze mij gaat klaren in lasergamen. Sowieso. Maar, ook nog even erbij zeggen dat de gender reveal party echt super leuk was. Super gezellig. Maar nu gaan we het weer even ook heel gezellig hebben. Met mijn eigen gezin. Pissie. Ik heb er twee lasers. Jij bent echt zo'n iemand, jij leeft dan, echt in zo'n computerspel. Je gaat helemaal erin op. Dit kan ik van je winnen. Ja, dit wel, maar karten, no. Nooit. Nee. Geef het ook eerlijk toe. Niemand hier. Op de vlog? Geef jij dat echt eerlijk toe? Of moeten we... karten is dus met 5 andere mensen met kinderen. Dus je mag niet als je zeten tegen elkaar aanboksen en gek gaan. Karten hoe en trekken. Ja, dat hoort.
Nee, Luca deed dit. Hé, hey, snel het ding gewoon. Alsjeblieft. Ja, is goed. Maar doe ik hem hier slaan? Ja, gewoon sla gewoon. Oké. Gaat er omhoog dat ding? Oké, 3, 2. Woe! Ja. Is dat netjes voor een vrouw? Zeker weten. En is het 2 ook? Nee. Battle! Battle dan! Hoe heet je, wat is je naam? Waar is mijn naam dan? Staat het erop? Night Treasure. I'm Night Treasure. Nee, Joshua, ik vind het wel jammer. Ik kan er niet op Luca schieten, want we zijn 1-10. Maar prima. Let's do this. Please, gaan we het andere team afmaken? Zeker weten. Ze gaan bang worden. Bang worden. Het is gewoon, zijn allemaal vreemde mensen. Dus we spelen tegen een compleet vreemde team, maar dat is wel leuk. Gaan wij als fam, gaan we iedereen even slopen. Zeker weten. Bezweet as fuck. Ga 2 potjes laser gamen. We hebben er 2 gedaan. Ga karten. Ik ben echt geboycord in deze race. Ik ben echt geboycord in deze race. En we zijn net klaar met de karten. Ik wil jou erbij hebben. En kijk eens even wie er op nummer 1 staat. Ja, maar wat hoeft het weer geworden met laser gamen? En kijk even. Kijk eens naar de rondes. Ik ben gewoon een ronde sneller ook nog. Ik heb nog een ronde extra gereden. I won! Laser gamen, 95 kills, 2 keer eerste plek. Daar hoor ik hem. Ja. En luister, ik ben eerst met karten. We gingen karten, toch? Deze mevrouw, die reed voor mij en zij dacht van, goh, ik ga hem gewoon de hele rit rellen. Ze kreeg 3 keer een blauwe vlag, dat betekent dat je iemand moet voorlaten, toch? Ze bleef voor mij, dan kreeg ze een rode vlag, dat ze van de weg af moet gehaald worden, gewoon, en dan was het daarna de laatste ronde. Jij bleef gewoon voor hem rijden. Ze bleef! Maar je kan hem dan toch niet inhalen? Nee, want kijk. Jawel, bij bepaalde bochtjes, als zij binnen door kan, dan ga je naar buiten. Naar binnen. Zij doet het telkens naar binnen. Ja, maar dan moet je eromheen. Nee, want als ik naar buiten ga, dan gaat ze weer naar buiten met de chef. Nee, maar in de bocht kan zij niet naar buiten. Mag ik even de kamer gaan? Wat zeg jij? In de bocht kan je ernaar dan. Oh, mijn god, met haar voor en laten we erin rijden. Ik zie dat je erin had. Ik zou er gewoon inhalen. Het is allemaal de techniek. Ik wil dit echt zien. Tweede met een dubbelkart, hè. Sowieso. Jij bent mij. Jij en ik, hè. Wij zijn alle 3 nummer 1. Alsjeblieft. Lekker vlees? Zeker. Wat eet je? Ik eet soep. Soep die Raya? Precies. En hoe smaakt die? Geweldig. Hoe ziet die eruit? Hoe ziet wie eruit? De soep? Ja, soep is een beetje bruin. Met allemaal linzen en mais. Allemaal heel lekker. Allemaal heel gezond. Zeker. Poepie. Baby. Weet je nog, vroeger had je zo'n ding op de PlayStation. Ja. En dan kon je... Hoi, goedemorgen. Oké, welke kleurtjes gaan het worden vandaag? Nou, ik vond wel echt een mooi kleurtje blue, baby blue. Ja, lila. Dit is niet pink. Ja. En lila vind ik wel deze kleurtjes wel mooi. Even kijken. Haal hem maar uit dan. Haal het er maar uit. Dat kan ook. Dan heb je op elke nagel een ander kleurtje. Geen licht, want we hebben al. En wat vind je van dit dan? Dit mintgroen? Oeh, mintgroen. Ik ga mijn ogen maken. Is ook wel mooi. Mintgroen is wel echt mijn lievelings. Oh, is mintgroen jouw lievelings nu, ja? Oh, hier zit glitter in. Oh, is dat met glitter? Ja. Dan gaan we die doen. Kijk hoe cool. Oh ja, een parelmoerglansje. Hier zit geen glitter in, jammer. So pretty. Hier zit geen glitter in. Dan kies maar eentje dan welke je wil. Deze. Oké, zet er maar bij. En deze. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. We zijn wakker na een hele intense dag gisteren, want we hebben echt gekart voor ons leven. Bootje dan niet heeft gekeken, maar ik en de mannen en Tamar en Thies, het was zo ontzettend leuk. 2 keer laser game, maar die laser game hal daar is dus super groot. Dus je was echt continu verdwaald, als in je belandde gewoon weer in een nieuwe ruimte. Maar ze zei een vliegtuig. Ja, er zat een vliegtuig in de middenhal. En op een gegeven moment
En dan om dat vliegtuig heen waren allemaal verschillende kamers. Het was echt zo leuk. Ja, maar ik zag echt een zombie elke keer zo. Ja, een zombie. Maar het was ook een ik beetje spannend. Echt, allemaal die elke zombie ging de hele tijd zo. Ja, die ging een beetje heen en weer. En ik zag ook een zombie in een glas. En die deed zo... Bra. Ging ze helemaal in het bloed. Mm. En jij was wel de hele tijd met papa. En ik heb jullie denk ik een paar keer gezien. En toen ging jij mij gewoon schieten. Je hebt iets hier zo. Wat heb ik, mama? Komt van het slapen, denk ik. Ik denk het ook, ja. Van het slapen. En dit is mijn lievelingskleur. Maar ziet er schat. Ja. Het is een beetje glitterig. Glitterig. Ach. Heel glitterig. Maar zo als je het ziet. Moet je zo je handje erachter en dan zie je het scherp. Zo. Zie je nou? Hier zo echt heel veel glitter. Het is dus, lila. Al met al was het zo gezellig gisteren. Dus ja, vandaag, ik werd echt wel wakker. Dacht ik, wow, ik heb echt gerend voor mijn leven. Ik ging jou wel... Een soort van in een film. Ja, jij ging mij schieten, ja. Ik zag het wel, jij en papa gingen op mij schieten. Maar jij ging meer op mij schieten. Ik ging jou ook terugpakken, ja. Ik heb ook een paar keer op jou geschoten. Nee, maar Luca zo leuk. Ging op mij schieten. Ja, Luca was helemaal. Luca was natuurlijk het snelst en die had het meeste gekild. Dus het was zo'n gezellige avond. Er waren 3 jongens en... Veel meisjes, hè? Tamara, Felicia, Patricia. Oeh. Ik? Oh, jij en ik? Het is... Oké, we hebben Luca, Ryan, Rayas, Johnny, Brooklyn, James. 6 mannen. En... Meisjes, Bowie... Patricia, Tamara, Felicia en ik. Dus we waren eigenlijk met 6 mannen en 5 vrouwtjes. Maar Meskes. Dat telt wel mel. Maar wij waren wel beter, wij vrouwen. Ja, ja, ja want de meiden zijn wel iets sneller te rennen. Klopt, wij zijn sneller en lichter. Dus wij vlogen ook wel doorheen. Mm-hmm.